Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tsunami TV. Ik heb vandaag vier interessante mensen hier aan tafel. Wie dat zijn, ga ik jullie straks vertellen. Jullie zijn ook gewend dat we een actueel thema hebben. Dat klopt ook. Welk thema, vertel ik ook nog straks. Om mee te beginnen, ik begin vandaag bij de dame in het groen. Wil je jezelf voorstellen? Ja, mijn naam is Kitty Nuissel. Ik ben 64 jaar oud. En mijn passie is dansen en dan met name Indiaanse dans. Nou, ik zie het al aan de Indiaanse kleding. Dankjewel, Kitty. Mijn volgende dame is... Sanjali Bisesser. Ik ben 37 jaar, getrouwd, zoontje van vier, gestudeerd informatica aan de Haagse Hogeschool. Ja, werk nu in een groot internationaal informatica bedrijf. Dankjewel, Sanjali. Mijn volgende gast, de heer. Ruud Tjotken. Ik ben 60 jaar. Zelfstandig ondernemer. Ik heb een eigen makelaarskantoor. Getrouwd, twee kinderen. Kleinkinderen? Nee, nog niet. Nog niet. Uit huis. Een zoon en een dochter. Dat is het voorlopig. Nou, hartelijk bedankt. Mijn laatste, but not least, gast. Mijn naam is Avi. Avi Krishna. Ik ben muzikant, producer en oprichter van Imperceptible Art. Een muziekplatform waar we verschillende kunstvormen mixen met elkaar. En daarnaast ben ik in mijn vrije tijd coach, waar ik mensen met een creatief talent probeer te ondersteunen en hun bedrijf te laten ontwikkelen. Oké. Ik hoorde de naam Krishna, hè? Als ik dat hoor, dan moet ik altijd aan Ramdeel Krishna denken. Klopt, dat is mijn vader. Hij is wellicht bekend onder meerdere mensen als theatermaker, kunstenaar, muzikant, schilder. Hij is nu bezig met een theaterstuk Ram Lila, wat in het zomer de première heeft. Serieus? Ja. Oké, in Den Haag? Nee, in Amsterdam in eerste instantie, maar wellicht na het zien en de oproep die je zou kunnen doen, kan het ook in Den Haag worden opgevoerd. Nou, Ram Lila en Hindustanen, dus kom op. Het zou wel ja. Moeten, ja. Maar dus jouw talenten, de appel valt niet ver van de boom, zeggen ze. Alle krediet gaat naar mijn vader. Oh, wat lief. Mijn vader en mijn moeder uiteraard. Ja, achter die sterke man staat een sterke vrouw, juist, toch? Er is geen enkele man die zichzelf een volledig volwaardige man kan noemen als hij geen sterke vrouw achter zich heeft. Of nou moeder, zus of partner is. Oh, wat een lieve woorden. Well, dat is mijn droom van mijn vader meegekregen. Ja. Nou, jeetje. Nou, ik kom zo nog even op je talent, hè. Want naast jou zit Kitty en ik zei het al in mooie Indiaanse kledij, wat de kijkers ook thuis kunnen zien. Kitty, vertel daar nog wat meer over. Hoe komt het? Loop je elke dag trouwens zelf? Nee, niet elke dag, maar wel regelmatig als er iets te doen is op dansgebied. Ik doe meerdere Indiaanse dansvormen en als er dus voorstellingen of presentaties zijn, dan heb ik de bijpassende kleding en sieraden en make-up. Oké. Ik vind dat heel leuk. Ja, en welke dansvormen beoefen jij? Ik doe Bollywood, dat is India's moderne filmdans. Ik doe Bharatanatyam, dat is een hele oude klassieke Indiaanse dansvorm, een strakke dansvorm. En ik doe Kathak, dat is een wat iets eleganter, maar ook een hele klassieke Indiaanse dansvorm. Oké. Als ik zeg van dansen en je noemde net je leeftijd, hè? Is het dan aan leeftijd gebonden? Waarschijnlijk niet, als ik naar jou kijk. Voor heel veel mensen wel, alleen voor mij geldt dat niet. Ik vind de situatie en het niveau wat je hebt wat minder belangrijk, maar... Je kunt wel dansen op leeftijd, misschien dan niet op een podium, maar de lessen zijn sowieso al heel goed voor je en heel interessant, dus waarom niet? Nou, volgens mij zit daar ook een geheim in dat jij er zo goed uitziet en het dansen. Een beetje wel, je moet natuurlijk wel ook een beetje op je leefstijl letten om dit te kunnen doen. Welke leefstijl? Nou, dat is op je dieet letten, heel veel bewegen en toch wel aandacht geven aan wat je doet. En daar de kracht voor opbrengen, je moet daar ook wel geestkracht voor hebben. Ja. En discipline. Je straalt wel, dus dat doet je hartstikke goed. Dat doet mij heel goed. Ja, dan ga ik even naar Sanjali toe. Jij deed informatica. Toen ik dat hoorde, moest ik heel even met mijn ogen knipperen. Want bij informatica denk ik aan... Jongens, ja. Snel, digitaal en zo, klopt dat? Ja, nou, op zich is die voordeel nog steeds. Toen ik mijn studie deed, waren er niet zoveel
meiden. Hoeveel? Was jij de enige? Gelukkig niet. Er waren er een stuk of 8. Maar goed, op 100, 150 instromers kan je ze op 2 handen tellen. Dus ik deed wel de richting, vormgeving en interactie. Dus dat is iets meer met creativiteit, maar toch wel een jongensachtige opleiding, ja. Ja, toch. Ja. En je werkt dan waarschijnlijk, je zei het al, bij een groot internationaal bedrijf. Ja. Vaak ook nog met mannen. Het blijft een mannenberoep, hè? Het blijft een mannenberoep, ja. Maar goed, op een gegeven moment sta je er niet meer bij stil dat je met zoveel mannen om je heen zit. En hou je je gewoon staande. Het gaat gewoon heel automatisch eigenlijk. Ja, ja. Toen ik ervoor koos, was het gewoon een bewuste keuze. Ik vond het leuk. Niemand heeft jou verder gezegd van dit moet je doen of dit moet je niet doen? Nee, nee. Ik ben gelukkig vanuit huis uit hebben ze dat altijd gewoon lekker vrijgelaten. Ik ben naar de open dag gegaan, naar verschillende open dagen gegaan. En ik vond dit toen de leukste opleiding ook, ja. Nou, oké. Okay. Nou, klinkt goed, moet ik zeggen. Moet je trouwens heel goed zijn in wiskunde? Redelijk. Ja. Redelijk goed. Redelijk okay. Goed, ja. Ik was niet een uitmuntend student, maar ja. Ja. Dus als straks meisjes kijken en die kijken naar jou als rolmodel en die denken van wauw, dat wil ik dan ook. Ik wil niet zo'n typisch beroep hebben, maar informatica, dan moet je toch wel redelijk goed in wiskunde zijn. Ja, nou, je hoeft inderdaad, wat ik zei, niet uitmuntend te zijn. Maar je hebt wel bepaalde vakken waar je toch wel wiskunde wel een pre is. Ja. Ja. Nou, voor de jonge kijkers die thuis kijken en denken straks van ik heb mijn diploma, welke richting ga ik op? Informatica is dus ook iets, maar zorg wel dat je wiskunde op orde is. Dan ga ik naar Rutschutken. Ja. Je hebt een eigen bedrijf, zei je, hè? Maar had je dat altijd al? Nee, ik ben op een latere leeftijd in Suriname vertrokken. Dus ik heb in Suriname ook gewerkt, 4 jaar. Aan de Gravenstraat nummer 9, de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Zo. Dus ik heb daar 4 jaar gewerkt en ik ben in 1978 hier aangekomen. Hier aangekomen was ik een vreemdeling eigenlijk, want de onafhankelijkheid was in 1975. Dus ik had een Surinaamse paspoort, dus dan moest je werken. Anders moest je weer terug naar Suriname. Dus ik ben in Eindhoven beland bij een neef van mij. En vandaar heb ik bij de DAF teruggewerkt een jaartje, om een paspoort te krijgen eigenlijk. Voor maar de kijkers, DAF-truck bestaat nog steeds, hè? Nee. Eigenlijk niet meer, hè? Ja, jawel, jawel. Die is er nog. Maar overgenomen door de Amerikanen. Maar goed, dat is een ander verhaal weer. Maar die is er nog in Eindhoven. En na een jaar vertrok ik. En kom ik in Den Haag. Leerde mijn vrouw kennen. En we zijn in 80 getrouwd. Oké, en toen was je ook nog vanuit Den Haag met DAF-trucks bezig? Nee, ik kwam in Den Haag. Toen ben ik bij de SDU gaan werken. Staatsdrukkerij en uitgeverij. Dus toen ben ik daar gaan werken en toen, ja, dan ga je bijscholen, herscholen. Dus ik heb toen wat opleidingen gedaan, PD, MBA, noem maar op. De managementcursus, ja, boekhoudrichting. En managementcursus gedaan, allemaal doorlopen. Ja, uiteindelijk ging het niet. De staatsdrukkerij moest gaan privatiseren. En daar moesten mensen afvloeien en daar worden discussies staan ontstaan. Wie moet weg, wie moet niet weg. Oh ja. En uiteindelijk ben ik ook vertrokken. Toen dacht ik van, ik ga niet meer werken. Ik vond het niet leuk op de manier zoals het was gegaan. Ik dacht van, nou, ik ga niet meer werken voor een baas. En op de een of andere dag heb ik een pandje gekocht. En daar zit ik nog steeds, aan de Delarijweg in Den Haag. En ik ben een makelaarskantoor begonnen. Oké. Dus helemaal vanuit het niets. Geen ervaring in vastgoed, een makelaarsbedrijf 20 jaar lang. Dat mag ook gezegd worden, wat nog steeds bestaat. Ja. Dus dat vind ik een hele prestatie. Okay. Jazeker. Ja. Het is hard werken als ondernemer. Het is een familiebedrijf eigenlijk, zo kan je het ook noemen. Mensen denken dat het heel makkelijk is, een makelaar en noem maar op. Precies. Hè, is het precies. We hebben net de financiële crisis achter de rug, de huizenmarktcrisis. De huizenmarktcrisis en noem maar op. En het is hard werken, ook zaterdag werk je, want je moet je klant bedienen. Hè. De klant is nog steeds koning, dat zo beschouwen we. Ja. En zaterdag moet je dan ook werken voor mensen die door de week niet kunnen. Ja, dan moet je ook zaterdag open zijn. En ik ben blij dat mijn zoon afgestudeerd is in makelaardij en vastgoed. Eigenlijk, net als wat Avi zegt ook, een beetje een voorbeeld van zijn vader. Ja. Heeft mijn zoon ook inderdaad gedacht, laten we maar afstuderen in die richting. En dan heeft hij ook nog werk, hè? Ja. Dus voor de mensen thuis, als je ondernemer wil worden, weet dat je 6 tot 7 dagen moet werken. Maar alle vruchten die je plukt, die zijn wel voor jou, toch? Ja. Maar je hebt de financiële crisis overleefd, je hebt de huizenmarktcrisis overleefd. Ondanks dat het zo slecht ging. Het gaat nu iets beter, begrijp ik. Hoe heb je dat kunnen ondervangen? Ja, ik zei het al, ik heb een goede bedrijfshuishoudkundige studie gedaan. Hele oude term. Dat is het geheim. Dus
Je moet kunnen weten, hè. De balans moet in evenwicht blijven. En als je dat goed in jezelf hebt en je partner is er ook bij je en die kan heel goed met de centjes ook omgaan. En, gelukkig, vingers op de knip. Ja, precies. Dus ja, het is hoe je het in evenwicht gaat houden. Hè. En ik ben ook een beetje religieus onderlegd. Dus ook vanuit de hindoeïsme leer je heel veel dingen hoe je moet omgaan. Als er goede tijden zijn, weet dat er altijd een slechte tijd kan komen. Goede tijden, slechte tijden. Precies. dus ja, je plant ook dingen. Hè. Ja. Kijk, het hoeft niet uit te komen, maar je moet toch voor jezelf, hè, toekomstgericht werken en kijken. En zo hebben we het overleefd. En we gaan gewoon door. Ik ga even naar Awi toe. Je hebt twee ouders, een grote voorbeeldfunctie voor je natuurlijk. Maar nu voor mij, eigen nieuwsgierigheid, maar ook voor de kijkers thuis. Zongen ze slaapliedjes voor je vader? Oh, mijn vader zeker. Ik ken nog de verhalen van mijn ooms en tantes dat mijn vader de hele dag rondliep met mij in een dekentje toen ik net geboren was als zingend. Vraag me niet welke liedjes, maar het zal vast wel van die kinderliedjes van de oude Bollywood films zijn. Van Mukesh, weet ik wel, daar houdt hij heel erg van. Dus het zou heel goed kunnen dat hij daarvan iets heeft gezongen. Mijn moeder die zingt ook een beetje in haar vrije tijd, dus ik heb altijd wel die muziek en die geluiden en de klanken. Ja, het zit gewoon in jouw DNA. Het zit er zeker in, ja. Ja, heb jij een lievelingsliedje van je vader? Om er een liedje uit te halen, ja, nee, hij heeft er vast eentje voor zijn depressieve moed, hij heeft er vast eentje voor zijn vrolijke moed. Ja, leuk. Ja, maar vaak is het ook het hele repertoire, hè, van Mukesh. Klopt. Dus is niet één liedje, was ook een tricky vraag van mij. Je staat vaak misschien in het voetlicht van je vader, in de schaduw, zeg maar. Dus ik wil jou wel prominent naar voren hebben van, wat doet de zoon zelf van... Nee, ik sta eigenlijk al vanaf jongs af aan achter de coulissen. Mijn vader en zijn broers, eigenlijk zijn hele familie, of grotendeels van zijn familie, die was al in de jaren 80 al bezig met muzikale opvoering, dus ik was altijd wel mee. Op een gegeven moment heb ik zelfs een aantal keer nog meegedaan met theaterstukken van hem. Heb ik in een van zijn eerdere uitvoeringen van Raamlila heb ik ook een rolletje gespeeld. Raam. Dat is geen rolletje. Absoluut niet. Daar heb ik mijn Hindi-spraak een beetje opgepakt. Je bent wel met het Hindustaans opgegroeid. Oh, zeker. Ja, ik leef in een maatschappij waar je met Nederlands en Engels gewoon jezelf uit de voeten moet kunnen. Maar je praat... Hindustaans of Senaar. Nee, als je me een weekje plaatst in India of zo, zal ik zeker wel wat kunnen uit de woorden kunnen komen. Dus op die manier wel. Okay. Maar dus terugkomend op je vraag, zeker tot mijn 18e, 19e was ik in de creatieve wereld met hem. Maar had ik op een gegeven moment het gevoel van, weet je, ik moet nu zelf mezelf ontdekken en mezelf proberen te ontwikkelen puur vanuit mezelf. En niet puur vanuit wat ik meegekregen heb. Dus een beetje afzetten, als ik het begrijp. Afzetten, tegen je ouders. En nee. Eigenlijk volledig opgaan in het systeem waar we in geprogrammeerd zijn om in mee te gaan. Dus in de Nederlandse maatschappij. Dus ik heb mijn studie gedaan, afgemaakt. Ik ben wat cursussen gevolgd. Ik heb Financial Service Management gedaan. Wat onder de hindoestaande fantastisch klinkt. De boekhouding, ik hoorde net het verhaal van boekhouding. Ik heb zelfs cursussen gedaan in India, waar ik aan de Bombay Training Institute training heb. Wat voor cursus was dat dan? Dat was Stock Option and Trading. Okay. Ik was op vrij vroege leeftijd was ik ook klaar mee met om voor een baas te werken. Dus ben ik al vanuit mijn stage ben ik al gelijk mijn eigen bedrijf gaan opzetten. Krishna Invest. Ik had de pretentie om mensen te helpen met hun portfolio investeringen in het buitenland, in de Zuid-Aziatische markt. Ik heb daar training gevolgd, ik ben er verder in gegaan, op een gegeven moment een eigen bedrijf gestart. Na een keiharde training te hebben gehad in sales en marketing, dus echt gewoon echt die hard sales. Daar heb ik nationale, internationale training gevolgd, op een gegeven moment ook awards gekregen, leadership awards, sales awards. Wow. Op een gegeven moment 2-3 bedrijven geopend, owner of the year, business eigenaar van het jaar. Toch op een gegeven moment de financiële successen ook gevoeld van het ondernemen. Nee, op een gegeven moment 2009, 2010 kwam er in mijn privé sfeer een omkanteling. Gewoon even wat privéklappen gehad in de relationele sfeer. Ja, wie niet eigenlijk? Daarom, toch? We gaan er allemaal doorheen. Dus op een gegeven moment moest ik weer mezelf gaan vinden. En dan ga je kijken naar jezelf binnenin. Van wat kan je, wat wil je nu voor de rest van je leven? Wil je alleen maar het geld achterna? Wil je de rat race in? Wil je voor het publiek een goed leven leiden?
of voor de Hindoestaanse samenleving een mooie titel of een mooi embleem of iets krijgen? Of wil je voor jezelf jezelf ontplooien? Ik vind het een bijzondere mooie vraag, want ik denk samen met jou zijn er nog veel mensen thuis in de woonkamer die met zichzelf worstelen van voor wie doe ik dit? Voor de familie, voor de gemeenschap of voor mezelf? Absoluut. En wat zeg jij voor jezelf? Voor mezelf ben ik toen eigenlijk gewoon back to basic. En of het nou een religieus, een spiritueel gewaarwording is geweest, ja, dat moet iedereen voor zichzelf invullen. Ik heb het ervaren zoals ik het heb ervaren. Ben ik gaan zoeken naar waar liggen mijn talenten, wat is mijn passie, waar sta ik voor op zonder dat de financiën of het geld een issue is. Ik heb de blessing gehad dat mijn ouders mij hebben gefaciliteerd op jonge leeftijd, 11-jarige leeftijd, om met Indiase klassieke muziek bezig te zijn. Ik heb dus van een guru zoals Guru Shish Parampara, toch is volgens mij goed Hindi. Ja, heb ik dus privéles gehad in Indiase klassieke muziek. Ik heb de sarod gestudeerd. Dat is een bepaalde Indiase instrument. Het is een Indiase snaarinstrument, een luid, de neef van de sitar, wat voor onder de meeste mensen bekend is. En dan zou je denken, waarom in hemelsnaam ga je met een klassiek instrument aan de haal in een land zoals dit, waar eigenlijk creativiteit geen ruimte heeft. Ja, het wordt niet echt gewaardeerd binnen onze Hindoestaanse gemeenschap. Binnen de gemeenschap niet, maar binnen de Nederlandse gemeenschap staat creativiteit wel weer hoog in het vaandel. Klopt, en dat is mooi, maar dat vind ik ook heel erg jammer. Want eigenlijk de voornaamste interesses van de Hindoestanen, als ik zo mag generaliseren. En je mag ook, van mij. Dankjewel. Het is gewoon jammer dat Hindoestanen een heel erg makkelijk zoeken, of naar makkelijke entertainment, naar makkelijke invulling van hun gemoedsrust zoeken. Doxy, Daru, Dansi, we kennen dat. En het is heel erg generaliserend en dat is een uitspraak van de jaren 80, maar helaas geldt dat nog steeds. Het is niet alleen Hindoestanen, maar Hindoestanen hebben het sterk, omdat ze heel erg veel met zichzelf, met de gemeenschap, de Hindoestaanse gemeenschap bezig zijn. Maar nee, Kaboli, wat gaan mensen ervan zeggen? Ja, inderdaad. En buiten de gemeenschap staan wij als Hindoestanen, wij, ik ook dus, bekend als ze zijn alleen maar berust op status, bepaalde titels. Als je niet in een hokje kan geplaatst worden, is het al lastig. Ik ga even checken, hier aan tafel. Lakshmi Productions maakt al uw reportages tegen de beste prijs. We werken met 3 of 4 camera's en filmen live evenementen, activiteiten en bijeenkomsten. Heeft u plannen om uw low-budget talkshow te maken voor de televisie in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire of Suriname? Neem dan contact met ons op. Wij hanteren de beste kwaliteit binnen uw budget. Voor meer info bel 06-199-251-76. Ik ben zo 1,5 jaar vanuit Nederland vertrokken naar Suriname. Toen ik hier ben gekomen heb ik mogelijkheden gezien dat er veel Nederlanders die in Nederland wonen een grote stuk grond hier hebben. Er zijn mensen die willen bouwen, mensen die willen onderhouden. Daarom heb ik wat machines achter me die wij inzetten om hun percelen schoon te maken, te ontbossen, opruimen. En wij kunnen dat regelmatig doen. Dus die mensen hoeven geen zorgen te maken in Nederland dat hun percelen hier overlast zijn voor anderen. Met hoge onkruid, wiet. En wanneer wij klaar zijn met het stuk werk wat wij hebben gekregen van die mensen uit Nederland, dan maken we foto's en dat sturen we voor die mensen, dat ze kunnen zien wat we hebben gedaan. Ik ben Reshma Thakur. Ik ben finance manager bij Compaca Rental. Compaca Rental is de grootste autoverhuurbedrijf in Suriname. Wij verhuren auto's in A1 conditie tegen betaalbare prijzen. Onze auto's verkeren in topconditie en worden regelmatig geserviced door de service team. Onze wagenpark bestaat uit meer dan 400 auto's. We hebben een ruim assortiment aan huurauto's, variërende in kleine auto's, bussen en terreinwagens.
ga even checken, hier aan tafel. Ervaren jullie dit ook zo, wat wie net verteld heeft? Van meneer Kabuli, jullie staan er zijn bezig met de gemeenschap. Mag ik eerst jou het woord geven? Nee, ik kan me voorstellen dat hij dat zegt. Hij heeft dat meegemaakt. Hè. Maar ik denk dat de Hindustanen veranderen in Den Haag. Ik zie het zo dat wij toch aan het overwinnen zijn. En onze entertainment, en daar heeft hij gelijk, en is die 3D's hè, ooit uitgevonden door een wethouder. Mensen van mijn generatie hebben hard gewerkt. En de entertainment was inderdaad even losgaan, weet je wel. Ze hadden geen tijd om ergens rustig in een echt stille, naar klassiek muziek te luisteren. En dan vielen ze in slaap van de moeheid, want ze hadden echt keihard gewerkt. Dat is ook absoluut uit te leggen. Ja. Dus dat is ook absoluut te verklaren. En ik begrijp het ook, want ik heb mijn vader dat zien doen, mijn ouders hun broers. Maar nu is het de tijd niet meer daarvoor. Nee. Weet je, de wereld wordt steeds kleiner. Ik ga toch even onderbreken, want dansen is ook een onderdeel van het leven. Ja. Het is niet dat je grootste dag dat moet doen. Het is ingepast. Want we zien dat Kitty er niet Hindoestaans uitziet, maar ze heeft wel de Indiaanse klederdracht. Ze danst nog op een vrij hoge leeftijd, waarvoor mijn compliment wil. Ik kon haar leeftijd niet raden. Dus dansen is wel een onderdeel. En wat ik hier hoor is dus, zeg maar, een ontspanningsmoment is. Maar ik ga er nog een beetje bijvoegen van debat. En dat doen wij hier een beetje. En dat vind ik wel leuk. Sanjali, jij bent hier geboren en getogen. Ja. Hoe ervaar jij het, de druk van de Hindoestaanse gemeenschap waar wie het over had? Ik kan het zeker herkennen. En ik kan ook wel zeggen van dat ik die druk ook heb gehad. Tegelijkertijd, ik heb informatica gestudeerd. Ik moest ook de titel... Een titel halen. Die moest jij halen. Ja, dat is wel belangrijk. Maar tegelijkertijd moest ik elke zondag verplicht Hindi-lessen gaan volgen. Zat ik op Indiase klassieke dans, Orissi. Dus de cultuur heb ik meegekregen. Dat vonden mijn ouders ook heel belangrijk. Ja, je hebt het nog niet zo genoemd, maar in ons voorgesprek ben jij verbonden aan ISKCON. Kan je daar wat meer over vertellen en hoe dat is gegaan? Elke zondag gingen we naar de Rambandir, naar de tempel. Ja, Rambandir, Krishna Mandir. Op een gegeven moment gingen we naar de Krishna Mandir, ISKCON. Dat is de International Society for Krishna Consciousness. Ofwel onder de Hindoestanen beter bekend als de Hare Krishna's. Klopt. Nu zie ik ook een versiering op je gezicht, wat niet alledaags is natuurlijk. Dat zien de kijkers ook thuis. Wil je uitleggen wat het is? Het heet tilak. Het is heilige klei van Jamuna. En het symboliseert... Dat is dit, toch? Ja. Het symboliseert zeg maar de lotusvoeten van de Heer Krishna, Vishnu. En een blad wat op mijn neus, dat is de tulsi. En zo geef ik aan dat het lichaam een tempel is van God. Wat mooi. Ons lichaam is een tempel van God. Nou, dat klinkt al heel mooi. En eigenlijk moeten we hem dan ook zo heilig bedienen, ons lichaam. Ja, inderdaad. Dus alles wat je doet is eigenlijk een offer aan God. Uiteindelijk het doel van het leven is dat je Krishna bereikt. En op zo'n manier dus eigenlijk geluk ervaren. Nou, Sanjali, ik vind het zo inspirerend. Ik kan wel de hele dag naar je luisteren, maar helaas zoveel tijd heb ik niet. Ik ga naar Kitty toe. Kitty, als jij, want ik neem aan, je hebt verschillende soorten vrienden, kennissen en zo. Moet je heel veel uitleggen aan mensen en begrijpen ze jou waarom jij specifiek Indiase dans hebt gekozen? Ik hoef de laatste tijd niet zo heel veel meer uit te leggen. En ik heb een kwart van mijn vrienden is van Nederlandse afkomst, maar de rest is van buitenlandse afkomst. En ik ben uiteraard christelijk opgevoed door mijn ouders, maar ik heb niet gekozen om me te laten aannemen in dat geloof. Ik heb me verdiept in andere geloven en daar neem ik uit wat ik belangrijk vind. Dus ik probeer gewoon goed mens te zijn. En Indiase dans eigenlijk ook gekozen door het spirituele aspect. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Daar leef ik ook in. Daar doe ik heel veel mee. Dus mijn vrienden zijn of moslim of hindoe. Maar ze begrijpen het wel. En ze hebben wel eens gevraagd van, mag jij die dansen doen met jouw afkomst? Ik zei, nou ja, natuurlijk mag ik dat. Want ik sta daarachter wat ik dans. Die teksten van die liederen, die beeld ik uit. Het is ook acteren. Het is niet alleen dansen, het is ook acteren. Door je handen en je oogbewegingen laat je dat ook zien. Dat was mooi. Doe het nog een keer. Dat vind ik echt mooi. En wat beeld je nu uit? Het is... Het
de coördinatie in vooral Bharatanatyam, wat ook een deel in Bollywood en Kathak zit, is dat je met je handen bepaalde figuren uitbeeldt. Wat beeld je nu uit? Dit is een koe en dit is een vis. Ah, oké. Okay. En dit is een vogel, dus je kunt eigenlijk een heel verhaal met je gezicht, met je ogen, met je handen uitbeelden. En dat vind ik zo'n mooi aspect aan deze dans, want mensen die de taal niet horen, kunnen toch het verhaal volgen. Blijven volgen, ja. Nu had ik je gevraagd van, hebben jouw Hollandse vrienden, familie moeite mee? Dan ga ik hem ook andersom stellen. Word je geaccepteerd in de Hindustaanse gemeenschap dat jij als niet-Hindustaan zo'n dans doet? Voor een deel. Er is een 10% die het niet kan waarderen omdat ik ouder ben. Nou, dat hoor ik achteraf. Niet in mijn gezicht, maar dan krijgt mijn danslerares van, waarom heb je haar laten optreden? Van, moet dat wel? Maar zij zegt dan net wat ik zelf voel. Ik wil dus een voorbeeld zijn voor andere mensen om de dans te kiezen die je graag wil, daarachter te staan en op deze leeftijd nog te kunnen of te willen dansen. Ik wil gewoon een voorbeeld zijn dat het kan. Ja, precies. Ja. Ik ben echt een voorbeeldfunctie. Maar wat doet het dan met je als je het zo achteraf hoort, dat mensen het ook niet rechtstreeks tegen je zeggen, dat anderen moeite hebben dat jij danst en op zo'n leeftijd en ook nog optreedt? Ja, nou dat vind ik natuurlijk uiteraard vervelend, ook al begrijp ik het heel goed, want je staat in een team met hele jonge, mooie, donkere Hindoestaanse dames of heren en daar pas ik gewoon niet in. Dus ik word meestal ook wel in het midden gezet, zodat eigenlijk een beetje toch een soort van combinatie komt. Maar ik wil dit nu eenmaal heel graag en waar ik heel blij om ben, is dat mijn leraren echt achter mij staan wat dit betreft. En het wordt ook zo gebracht bij de opdrachtgevers en bij de uitzendingen of de optredens wordt het ook zo gebracht. En achteraf wordt dat dus wel heel erg gewaardeerd, want er wordt mij dus ook wel gevraagd waarom en hoe en wat in interviews, juist omdat het opvalt en omdat het voor mensen toch wel boeiend kan zijn, waarom jij, waarom dit, waarom die leeftijd, ja. Hoezo? Nou, wat ik ook heel erg benieuwd naar ben, is van, je staat met één been in de Hindustaanse gemeenschap, als ik jou zo hoor, want je danst heel vaak in allerlei optredens en zo, je bent ook naar India gegaan, dus in feite ken je de Hindustaanse gemeenschap een beetje. Aan de andere kant blijf je natuurlijk ook wel gewoon Nederlands en je Nederlandse dingen doen. Als je kijkt naar ons, Hindustanen, zeg maar, even zo. Wat was het meest mooie en het meest slechte, erge ervaring die je hebt meegemaakt? Of waar was je het meest verbaasd over? Verbaasd was ik over dat iedere haar goed moet zitten. Oh ja, het moet wel bijna dat perfect zijn, hè? Dat viel erg op. Nederland laat gewoon de haren waaien en dat gebeurt dan daar niet. En wat ik heel mooi vond is cultuur natuurlijk. En wat ik het allermooiste vind zijn maar wat de vind je van de cultuur bruiloften dan? En de feestvieren. Dat is geweldig. Ja, dat kunnen we wel. Het eten. Ik ben zelf ook een vegetariër, dus ik kan op elk feest gelukkig mee eten. En zakelijk gezien wat moeilijk is om met Hindustanen te werken. Hoe omdat bedoel je? Ik financieel, knik hier al wat mensen. Financieel toch vaak wat andere inzichten hebben. Ja, maar benoem de andere inzichten. Abby, jij gaat wat. Dezelfde ervaring die hij denk ik moet hebben. Wat zei jij, Abby? Sorry. Ik heb dat ook ervaren. Het is lastig van waarde in te schatten omdat het een creatief iets is. Het is abstract voor heel veel mensen. Ik denk dat het in de zakelijke markt gewoon wel anders is. Je werkt met facturen, ja. Je werkt met procenten en noem ja, maar op. Dus dat kan je niet. Maar wordt er niet om korting gevraagd? Ja, maar dat is standaard. Dat is bij iedereen. Hè. Iedereen vraagt om korting. Kan incident. Ja, maar wacht, misschien zit hier een generatiekloof, denk ik. Maar dat weet ik niet. Ik heb ook de wijsheid niet in pacht. In Suriname, zeker de mensen die daar geboren zijn en daar geleefd hebben, is het heel normaal om korting af te dingen. Ja. Dat moet je ook doen. De gezinnen waren groter. Je wil wat groters inkopen. Dus je moet daar om een korting vragen.
als je dat niet vraagt, dan kijken anderen je aan van ben je dom of zo. Ja, die manier van dus koken. Dit is een andere het is nog steeds zo. Maar die korting die vragen de mensen nog steeds. Dat was misschien wel 100 jaar geleden toen de laatste Hindustanen India aankwamen in Suriname. Die vroegen misschien ook wel om korting. Maar dat is nog steeds zo. Maar wacht even, Sanjali is hier geboren en getogen. Vraag jij om een korting als je iets met Hindustanen zaken doet? Ja. Oh, toch? Ja, ik vraag korting. Ja, zeker. Misschien hebben we het doorgegeven. Ja. Vraag jij om korting? Ik probeer gewoon altijd het gesprek aan te gaan met iemand. En weet je, voorbij dat zakelijke formele heen te gaan. Want het zakelijke formele is opgesteld om duidelijkheid te creëren. Maar ik probeer altijd wel de dialoog tussen iemand te creëren. Want dan leer je iemand kennen en dan kan je wellicht wel een korting of iets anders afdwingen. Ja. Ik hoor nu wel de coach in jou, hè? Want jij doet iets met coaching, toch? Ja. Dat heb ik overgehouden van mijn zakelijke tijd. Ik heb daar zoveel trainingen in gehad van zelf op een gegeven moment als een van de eerste mensen vanuit de sales en marketing mocht ik trainingen geven in het buitenland. Stond ik op een gegeven moment in 2007 voor het eerst in Londen. Mocht ik in één keer een training geven aan 500 managers, business-eigenaren, bedrijfseigenaren. In proper English. Dus stond ik dus met mijn knikkende knieën, stond ik voor al die mensen. Weet je, ze kwamen echt van overal, van Griekenland tot aan Australië. Mocht ik daar een training geven. Dus als je die training en ervaring en kennis hebt gekregen, dan is het ook je plicht om er daar iets mee te doen. Dus toen ik mijn zaak had opgeheven, dacht ik van ja, oké, hoe ga ik dit talent nog steeds... Wil je één tip geven aan de mensen thuis die ook voor een zaal staan en die denken, of een spreekbeurt. Jullie horen al, ik kom uit het onderwijs. Ja. En die denken van, wat moet ik doen? Wil je één tip geven, één coaching tip? Wees vooral jezelf. Neem jezelf niet te serieus. Hou het kort en krachtig. Keep it simple, stupid. Of keep it short and simple, heb ik vaak gehoord. En dat werkt gewoon. Weet je, en dat werkt. Wat ik heb begrepen, ik heb wat huiswerk gedaan hoor, dus ik heb je helemaal gecheckt, internet en alles. Je hebt een platform, ik heb je gegoogeld. Klopt dat? Naast het vrijwilligerscoachingswerk waar ik het over had, ik moest iets gaan doen met muziek. Dus wat ik heb gedaan met de Compagnon, hebben we samen een muziekplatform opgericht, Imperceptible Art. De muziek, de kunst die we creëren, is iets wat je niet in een bepaald kader moet gooien. Maar juist je gevoel, of de gevoel die je geeft, dat moet naar voren komen. Dus dat klinkt voor mij nog heel mystiek en heel... ik maak het concreet. Heel simpel, we hebben 4-5 verschillende projecten. Ik beoefen zelf de sarod, geleerd van mijn guru, Kaustav Vre. En dat is een instrument wat niet gebruikt wordt, bekend is in Nederland en Europa. Maar in Nederland maar 2 mensen spelen, waaronder ik, 1. Dus ja, ik vind het is iets wat van de oude tijd komt en vanuit onze cultuur gewoon meegenomen moet worden. Zie ik als mijn plicht. Ja, dus wat ik heb gedaan, samen met mijn compagnon, hebben we gezegd van oké, hoe kunnen we dit promoten? Het is te hoogdrempelig. Het is niet laagdrempelig genoeg. Nee. India's klassieke kunst is voor de main man is dat ver van mijn bedshow. Dus wat we doen, we hebben 4-5 projecten waar we deze kunstvorm, sarod, India's klassiek, mixen met andere disciplines. We hebben een muziekproject waar we 2 EP's hebben uitgebracht, muziekalbums hebben uitgebracht. Eentje met een jazzzangeres, eentje met een hele soulful jazz, R&B. Je mag wel de naam house noemen hoor, we zijn wel heel nieuwsgierig. Kijk, misschien is het interessant om even te kijken op de website, sarodbyavi.com. Oh, misschien is dat makkelijker. Dat is wat makkelijker. Ja. Daar kan je een beetje zien van wat voor projecten we doen. We zijn zojuist ook gestart met een project in combinatie met waar ik live speel. En dan Bharatnatyam danseressen daar omheen bezig zijn. Even straks kaartjes nog. Ja, leuk. En andere dansdisciplines ook overigens. Ik werk met 2 Russen waar we een muziekcombinatie hebben waar we een aantal lichtconcerten geven dit jaar. Waar mensen van klassiek fusion met een beroemdheid. I don't need to be famous. Het gaat om dat die muziek wordt gewaarborgd. Nou, als jij dit gaat doen, geloof mij mensen, onthoud hem. De zoon van, we hebben de naam al genoemd. Onthoud hem, want we gaan nog veel meer van je zien en horen. Ja, kom kijken. We gaan nog even hier door. Maar voor thuis, we gaan er heel even uit voor wat commercials. Niet wegzeppen, we hebben een actueel thema. Dus over een paar minuten zie ik u weer. Tot straks.
Pasha Global heeft 4 hotels in Suriname. Ons eerste hotel werd geopend in 2003. Dat was het Mirage Hotel. Daarna hebben ze Tropicana geopend aan de Saramakastraat. We hebben het Savanna Hotel, wat gelegen is aan de Anamoestraat. En in juli 2014 hebben ze Atlantis Hotel en Casino geopend. In onze 4 hotels hebben we een internationaal ontbijt waar de gasten zeer tevreden over zijn. En onze gasten hoeven daar niet extra voor te betalen. Al onze hotels zitten niet ver van de stad en dat vinden onze Europese gasten zeer prettig. Nu had ik u al beloofd, kijkers, het thema voor vandaag, dat is de ouderenzorg en niet zomaar de ouderenzorg. De ouderenzorg, hoe ga je om met je ouders? We leven in een maatschappij, participatiemaatschappij. Wat houdt dat in? Dat betekent dat in feite ieder voor zichzelf. En mijn moeder zou dan nog zeggen, God voor allen. Maar het komt erop neer, ieder voor zichzelf. Dus dat betekent dat het niet meer automatisch is dat mensen, als het al automatisch was, dat mensen naar de ouderenzorg kunnen gaan, maar dat je gewoon veel meer voor je ouders gaat zorgen. De een kan het wel, de ander kan het niet. En ik geloof echt diep in mijn hart, en ik spreek echt wel veel mensen, dat een ieder bereid is om voor je ouders te zorgen. Eventueel ook de schoonouders natuurlijk, want dat krijg je erbij. Maar vaak komt het niet uit. En waarom niet? Bijvoorbeeld, als je in Den Haag woont en je ouders wonen in Groningen, hoe ga je dan op en neer om elke dag voor je ouders te zorgen, om boodschappen te halen, om eten te koken? Dus het is wel leuk bedacht van de overheid, maar ik wil echt weten van wat speelt en leeft er binnen de Hindoestaanse gemeenschap en ook van Kitty met een eigen visie op dit soort dingen. Ik heb hier 2 jongere en 2 oudere mensen. Ik begin eerst hier. Rotschotke, je hebt een bepaalde leeftijd. Denk je na over je oudere dag? Ja, je gaat zeker erover nadenken. Omdat ik ben ook bezig in Den Haag. Als je met een mandir bezig bent, dan ben je ook bijna voor 90% ook naast het religieus gebeuren ook bezig met van hey, hoe gaat het straks? Want wie komt in de mandir? 90%, 80% ouderen. Dat merk je ook. Ik heb in het verleden goed voor mijn moeder gezorgd. Ze is inmiddels 3 jaar overleden. En goed voor je moeder zorgen heel in huis? In huis gedaan tot haar 91ste. Zo. En toen kon het niet meer. Toen moet ze naar een verzorgingstehuis. Dus soms kan je ook niet meer. Nee, precies. Ja. De zorg konden wij thuis niet geven. Maar we hebben haar heel lang thuis gehouden. En 2 jaar in de verzorging. Maar toen ze in de verzorging was, gebeurde iets heel leuks. Ik kwam een dagje aan en toen zei ze van, ze wil naar Suriname. Ik dacht van, jeetje. Op een hoge leeftijd? Ja, op die leeftijd. Hè. En ik zat naar haar te kijken. En ik dacht, maatje, je staat naar hem toe. Hoe lang maakt hij? Dus van wil je naar Suriname? Aha, en ik ja, ga naar precies. Suriname. Ja. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik sprak met mijn zusje en mijn broertje. Van, weet je wat? Ik neem haar mee. 10 dagen Suriname. Zo wat. Laat haar nog 1 keer Suriname. Ik bedoel, ze had een verpleegster nodig. Tenminste, een verzorgende nodig. Zo ver was ze. Ze kon niet. Dus ik ben meegegaan. Ik heb alles gedaan. Ik deed ook al heel veel met haar. Dus in een vliegtuig meegenomen, Suriname. 10 dagen, mijn oudste broer woont daar nog, mijn zus daar. Dus heeft daar gedaan, na 2 dagen daar aangekomen. Ik zat zo met haar en ze liet me niet los. Hè. Ze wilde overal waar ik ging. Dus nee. Dat was het zo. Dus op een gegeven moment na 2 dagen zei ze, ben dat je ligare? Ik zeg, kijk nou weer wat. Ik zeg, we komen pas in Suriname en weer terug naar Nederland. Ik zeg, nee maar, Rona. Nog 8 dagen. Dus de omgeving herkende ze niet meer. Hè. Dus in Suriname. Dus ze wilde gewoon terug. Dus ja goed, we hebben 10 dagen gebleven, daarna terug naar Nederland. Maar wat ik kan zeggen is, ik heb goed voor mijn moeder gezorgd op de oude dagen. Kijk, echt waar. Dat is iets wat niemand je kan afnemen. Nee, precies. Ik ging niet alleen maar 1 keer in de week, ik was 3 keer per dag bij haar. Dat kan als je ondernemer bent. Dat kan. Maar je hoeft geen ondernemer te zijn, maar ik denk dat je heel veel werkgevers hebt die ook met je meeleven. En je hoeft niet 3 uur te zijn, maar als je 's morgens vroeg bent. Nee, je hebt wel en wat zorg voor. Maar je hebt wat nodig. En iedereen moet voor zichzelf weten, maar we moeten het ook uitstralen. Heb je meer broers en zussen, neem ik aan? Ja. Want hoe ging allemaal, dat, hoe ging allemaal. Dat onderling? We lieden allemaal, ja. Want ik was allemaal om de beurt. Mijn broertjes werken ook. Hè. Eentje die werkt voor een Duitse bedrijf, de andere voor een groot Nederlands bedrijf. Mijn zussen die werken bij de gemeente. Ik bedoel, we hebben met z'n allen heel goed voor onze moeder gezorgd. En wat ik nu zie voor mezelf, en dat is het verlengde, het leuke wat ik nu wil zeggen, is ik denk dat heel veel Hindoestanen in Nederland, hè, ik ken
zijn jullie de vader ook. Hè? En ik denk dat heel veel Hindustanen nu zo ver zijn dat ze straks... Ik bedoel, ik heb ook een heel mooi huis, groot huis, maar dan zitten we met z'n tweeën. Ja, dat moet ook wel als makelaar. Ja, nee, maar dan soms moet ik mijn vrouw appen als ze in de slaapkamer is en ik ben beneden. Zo van, groot is het dus. Het probleem is dan ik denk van, nou, moet het wel, moet je niet doorschuiven, weet je wel. Naar een appartementje van 2 kamer of 3 kamer ja, of wat dan ook, weet je wel. Makkelijk te behouden. Gemak. Ja, dus wat ik heb, ik ben nu bezig met de bouw van een nieuwe deelmandier in Den Haag aan de Gaslaan 74. Wij hopen eind dit jaar af te hebben, dus dat is een heel groot project. En als dat klaar is, wil ik toch nog op deze leeftijd een nieuw project beginnen. Met een aantal ondernemers, en ook geen ondernemers, maar vermogenden en geen vermogenden, door een groepswoningen te gaan realiseren voor Hindustanen. Maar er is echt een groepswoning, jawel, hè? Shantibhavan, maar die bieden niet die faciliteiten. Dus mijn wensen zou ik daar niet in kunnen passen. Welke faciliteiten? Want daar heb ik misschien alvast mensen voor. Nee, ik zou wat luxer doen. Weet je wel, dat zijn allemaal gesubsidieerde woningen. Shantibhavan en noem maar. Dat zou in de vrije sector zijn. Is dat ook iets wat je nu vindt dat mist in de huidige groep? Het is van een ander segment. Je mist het. Ja, okay. Weet je wel waarom maar ik dat Kitty zeg? Zegt ook, is dat voor iedereen weggelegd? Want nee, het moet het wel natuurlijk financieel kunnen omhangen. Het moet niet gesubsidieerd zijn. Hij mikt even op een andere doelgroep, wat ik begrijp. En dat is de doelgroep die geen beroep gaat doen op de huursubsidies. Ja. Omdat hun inkomen hoger is. Dus ik denk dat we nu even over 2 verschillende niveaus praten. Ik denk praten. Dat hij over hetzelfde bedoelt. Maar het probleem is, het is zo, kijk, je hebt 2 groepen. Je hebt een groepje ondernemers, want heel veel Hindustanen zijn ondernemers geweest. Hè? Of die zijn er nog en die gaan nog door. Maar je hebt ook heel veel Hindustanen. Die man is dokter, die man is professor, die man is ingenieur. Die man is ook vermogen. Al heeft hij geen bedrijf of wat dan ook. Maar die mensen wonen op een bepaald niveau. En ik kan uit mijn ervaring zeggen, als je op een bepaalde leeftijd bent, dan kan je niet die 2 trappen omhoog meer. Je kan het wel, maar dan moet je pakken en trekken. Dan wil je toch ergens wonen, maar dan wil je toch een beetje sociaal leven hebben met groep mensen, met allemaal. Hij heeft een punt. Beetje gelijkgestemde. Weet je wat het punt is? Als Hindustanen, en dat zit wel een drive, hè? Dat is een intrinsieke drive die wij hebben, is van zorg dat je leert, zorg dat je vermogen gaat, want het is goed voor je oude dag. Maar wat heeft deze maatschappij gedaan? Als je vermogend bent, dan val je niet meer onder allerlei regels. Dus de subsidieregels vervallen, ook in het verzorgingshuis wordt er naar inkomen gekeken. Ja, absoluut. Dus hij heeft het over een andere groep, hè. Maar even naar Kitty, hè. Maar dan kom ik weer terug bij de jongeren. Van, ben jij ook bezig met je oude dag? Allereerst, mijn ouders zijn 2 jaar geleden kort na elkaar overleden. Maar ze zijn heel oud geworden. Mijn vader werd 101 en mijn moeder werd 102. Zo. Ze zijn dus de laatste 5 jaar van hun leven wel in een bejaardentehuis geweest. En het laatste jaar waren ze eigenlijk toe aan een verpleeghuis, maar omdat ze de zorg konden inkopen financieel, mochten ze daar blijven in een appartement samen met maximale zorg. Okay. Maar ik woonde hier en zij woonde in het oosten van het land. Ik ging dan wel om de 2-3 weken een paar dagen daar naartoe. Om die extra zorg te verlenen. Maar de dagelijkse zorg, die kon ik niet opnemen. Nee, dat bedoel ik dus. Hè. Ja. Dus zij is afstand, zo afhankelijk van anderen. Ja. Ja. Nu heb ik ook nog 2 jonge mensen, waarvan het voor jou nog misschien een ver van je bedshow is, denk ik. Maar dat weet ik niet. Ik vind het heel belangrijk wel, dat zo lang mogelijk, dat als de wil daar is tenminste, voor mijn ouders, voor mijn schoonmoeder, als die in huis willen blijven, dat ze dat wel kunnen. En dat wij als kinderen die faciliteit bieden. Ja, vanuit jongs af aan heb ik dat ook gewoon gezien. Dus ik denk dat het voorbeeld daar ook moet zijn. Mijn Aji was bij ons en die ging bij verschillende broers en zussen. En die kwam ook bij mij. En ik heb dat gewoon echt heel positief ervaren als kleinkind. En dat wil ik ook meegeven aan mijn kind. Dus ik denk dat dat zo... Het is belangrijk dat ze die voorbeeld krijgen. En dan ga je zelf ook, dan wil je dat zelf ook bieden. Ja. Dan zijn je ouders of je schoonouders zijn op zo'n leeftijd die ook jou kunnen faciliteren in het verzorgen van je kinderen bijvoorbeeld.
Ze hebben die kennis ook, maar die liefde is ook heel belangrijk dat ze die krijgen. Het is een hele mooie gemeenschap, wat toen al in de geschriften stond. Ja. Maar een hele gestructureerde gemeenschap, begrijp ik dus. Wel mooi. Maar ik ga nu even terug naar Uwe toe in het dagelijks leven. Je zei net, je hebt een vriendin. En stel je voor, even een lekker praktijksituatie. Jullie wonen samen, je hebt een gezin, je doet al die dingen die je genoemd hebt. En je hebt een druk leven, je vrouw ook. En jouw vader en moeder trekken in huis. En nu, maar misschien ben ik heel erg ouderwets, heb ik te veel Bollywoodfilms gekeken, botert het niet tussen schoonmoeder en schoondochter. Wat nu? Lakshmi Productions maakt al uw reportages tegen de beste prijs. We werken met 3 of 4 camera's en filmen live evenementen, activiteiten en bijeenkomsten. Heeft u plannen om uw low-budget talkshow te maken voor de televisie in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire of Suriname? Neem dan contact met ons op. Wij hanteren de beste kwaliteit binnen uw budget. Voor meer info bel 06-199-251-76. Ik ben Reshma Thakur. Ik ben finance manager bij Compaca Rental. Compaca Rental is de grootste autoverhuurbedrijf in Suriname. Wij verhuren auto's in A1 conditie tegen betaalbare prijzen. Onze auto's verkeren in topconditie en worden regelmatig geserviced door de service team. Onze wagenpark bestaat uit meer dan 400 auto's. We hebben een ruim assortiment aan huurauto's, variërende in kleine auto's, bussen en terreinwagens. Jouw vader en moeder trekken in huis. En nu, maar misschien ben ik heel erg ouderwets, heb ik te veel Bollywoodfilms gekeken, botert het niet tussen schoonmoeder en schoondochter. Wat nu? Hoe dan ook, linksom of rechtsom voor je ouders te zorgen. Ik bedoel, als je het moet gaan laten afhangen van de emoties, de ego's en al dan niet faciliteiten die je wel al dan niet krijgt aangeboden van de omgeving of van je maatschappij of van de gemeenschap. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel je plicht om die faciliteiten te bieden. Ja, maar als jouw partner, als het een Hindoestaanse partner is, kan ik me voorstellen dat jouw partner ook... Ik heb geen Hindoestaanse partner. Nee, en dat maakt het misschien anders, toch? Nee, maar ik heb wel gekozen of ik heb de blessing gehad om een partner te hebben die wel... het humanitaire of het humane voorop stelt. En ik zou niet met een partner kunnen leven waarvoor die dingen, die elementen, die een wicht zouden kunnen vormen tussen de relatie met mijn ouders of schoonouders, daar zou ik niet mee kunnen leven. Nee. Dat zou ik geen eerlijk leven zijn naar mijn ouders. Ga ik naar meneer Rood toe, want hij komt heel veel in Mundiers. En in de Mundier komen wat oudere mensen. Toch zijn er ook verhalen bekend, neem ik aan, dat het niet klikt en dat er ook ouderen eenzaam thuis zitten, want Pato komt niet, dus de schoondochter komt niet, of de maat komt niet. Of ik neem aan dat er zulke verhalen zijn. Ja, maar dat zijn inderdaad verhalen en je maakt het ook mee. Je ziet het ook om je heen gebeuren. Maar dat is ook meestal de druk die ook op die patogia zit. Je moet niet alleen maar denken dat de schoonouders lief zijn of de schoonmoeder lief is. Vroeger, toen ik nog in Suriname was, toen was het... dat was een huis, een erf en 3 woningen en iedereen was bij elkaar. Hè? Patogia was daar. Dus het gebied was wat groter Wat groter. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik word emotioneel als ik daar in zulke situaties terechtkom. Want het is bij mij nooit voorgekomen. Hè? Dus ik weet dat het gebeurt, maar dan kan ik bij zeggen,
Kijk, je hebt hier een saaskijs en die bolsen. Dus weet je wel, sommigen komen harde woorden. Maar wat zou je zeggen dan tegen dan zou ik zeggen van, joh, kan je het niet een andere term gebruiken? Of kan je niet anders omgaan? Heb respect voor je ouderen. Ja. En tegen die ouderen zeg ik, Rutorpatoba, dus er koel ze heil. Misschien is ze bij haar thuis anders gewend. Ga anders proberen op een. Dat is het, hè? Ja, zoek de goede kant in de andere. Je moet de goede kant, hè? Als het respect er niet is, hoe creëer je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat wel mensen. Iedereen heeft ook goede kanten. En dankjewel. Probeer die dan te zien. Zat op het puntje van mijn tong. Nee, precies. Dat is inderdaad wat je zegt, hoor. Je moet, want kijk, je krijgt een schoondochter thuis. Ook een Hindustaanse, laten we zo van uitgaan. Maar die komt van een andere familie. En die moet je in je familie laten integreren. Weet je wel? De rijlen en zeilen van jou thuis, weet ze misschien niet. Dan moet je dat gewoon, ja, ik vind liefdevol opvangen. En als Patoja weer wat zegt van, ja, maar ik deed bij mij thuis zo. Ja. Noem maar op. Nou, weet je wat het probleem is? En communicatie. ja, absoluut. Maar dan moet je dat anders aanpakken. Ja, is het niet zo? Maar corrigeer mij, hoor. Echt, want ik heb niet de wijsheid in pacht. In Suriname, dan kom je als vrouw in een familie. Dus daar zit een aanpassing van de vrouw. Hè? Dus van de nieuwe getrouwde jonge vrouw. Die past zich aan, want zij komt in een familie. Ja. Nu in Nederland kom je wel in een familie, maar je hebt lekker je eigen huis. Je nest, dat betekent dat je je eigen nest lekker kan gaan creëren, creatief kan zijn. Je hebt een bepaalde manier van leven neergezet. Je bent daar lekker vol op bezig, zoals Angeli bijvoorbeeld. Weet je, gezin, carrière, alles ruilt en zeilt. Op een gegeven moment zijn de ouders, of het nou de eigen ouders zijn of de schoonouders, die kunnen niet meer zelfstandig. Nou, de stap naar een verzorgingshuis neem je niet meer makkelijk. Dus nu komen de schoonouders. Waar gaat het hem wrijven? In Suriname was dat zo wat je net schetste. Maar hier is dat toch anders. Ik ben wat moderner daarin. Hè. Ik hecht me niet zo aan hetgeen wat 50 jaar geleden gebeurde. Hè. Ik bedoel, ik heb ook een zoon, een dochter. Straks zijn ze getrouwd, ze worden apart. Maar ben jij anders gewend? Leg het me uit en kijken waar wij kunnen aanpassen. Ja, weet je wel? Dus er moet wel wat communicatie zijn. Ja, precies, communicatie zijn. Zijn jullie het daarmee eens? Nee, ja, absoluut. Kitty zei het net al. Ja, communicatie en compromissen sluiten. Absoluut. Het is mogelijk, maar dan moet de wil er wel aanwezig zijn. Maar de eenzaamheid waar je het over krijgt. Kijk, eigenlijk is er een issue in Den Haag en in Nederland denk ik over eenzaamheid overal. Bij ouderen. Hè? Ja, ook bij de Hindustaanse en bij de Hindustanen ook. Maar wat wij dus zien in de mandir komen er natuurlijk, wat ik net zei, heel veel oudere mensen. En dan praat ik met ze, want ik kan ook goed door een mijn lezen. En ik kan ze niet alleen maar lezen, maar ik kan het ook vertellen wat er geschreven staat. Weet je wel, even uitleggen, Kiram, Kabolise, Sita, Kaboli. Dat weet je wel, dat kan ik ze een beetje uitleggen. Van hoe moet je je leven leiden. En dan zijn die mensen blij. De groep die in dat verzorgingstehuis of in die woonunit woont, die hebben onderling niet die goede communicatie. Daarom zeg ik, mijn volgende project zou ik willen hebben, dat ik zo'n gemeenschap creëer, zo'n woonunit creëer, waar mensen hun kinderen niet hoeven te missen. Kijk, dat kind hoeft niet dus dat elke generaties bij elkaar precies, blijven precies, dat wonen. Generaties, oh, dat maar hele goede idee. Generaties. Hele goede mensen, wel, dat je dan vrienden bij elkaar bent. Klinkt bijna als utopie. Ja, het zou ontzettend mooi het zou zijn heel als mooi dat zijn, gerealiseerd dat als wij op die leeftijd zijn, waarbij wij dus verwachten dat zou je dat kind hier willen doen of in Suriname hier. Of India? Nee, in Suriname denk je, wel, dat, denk je dat Nederland jou de faciliteit en dat ruimte ook, en de regelwetgeving zal geven? Hij heeft vast wel een goede connecties. Daarom vraag ik. Ik denk het wel. Ik denk als je de mensen gaan lekker zien van wij hebben van jou alleen maar de faciliteiten nodig. We hebben geen geld nodig, we hebben niks nodig. Geef ons de ruimte. Er zijn heel veel ruimtes in Nederland. Geef ons in Den Haag ergens 2-3 locaties waar we zulke units kunnen neerzetten, waar jullie niks te doen hebben. We kopen ook de grond van jullie af, alleen willen we de grond hebben. De overheid heeft er niets mee te maken. Kijk, als je die soort mensen bij elkaar hebt en die mensen pompen hun geld erin en die maken zo'n unit, dan ben je bij elkaar en met elkaar en dan hoeft je kind niet elke dag te komen. Je zorgt voor elkaar ook, weet je wel. Dan klinkt heb je dan goed. Ja, nee, maar zo goed. Moet je daar naartoe werken. Maar dan moet je ook die club die er bij elkaar is, dan moet je zeggen van
was het Daiwa Kutumbakam. Gita Bhagavad Gita, en de hele mensheid is één grote familie. We moeten niet denken dat alleen je zoon voor je moet zorgen, maar als wij gezamenlijk met elkaar door één deur kunnen, ja, dan hoeft het, dat is dan broederliefde. Over een paar jaar kom ik weer terug om te kijken hoe ver is dit project. Dat klinkt ontzettend goed, maar eenzaamheid. Hè? Kitty, jij weet alles ook over eenzaamheid, want je hebt iets georganiseerd om de eenzaamheid van mensen te doorbreken. Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb zelf wel een korte tijd gehad, ondanks mijn ouders, omdat ze daar woonden. En ik ben dus in die danswereld ook gestapt om contact te hebben en het sociale leven te hebben. Want dat is ook een aspect van dit dansen. Omdat ik alleen woon, ik ben gescheiden. Ik heb wel een vriend, maar ik ben gescheiden. Dus dat was al een tijd dat ik dacht van, wat ga ik met mijn leven doen? En toen zag ik dat er dus meer mensen in mijn situatie waren. Vroeger waren er heel veel meisjes, dames in Suriname die van de ouders vanwege de cultuur niet mochten dansen. Die kwamen op latere leeftijd toch wel, hadden ze zoiets van, oh, dat zou ik ook alsnog wel heel graag willen. Toen is er ook een dansgroep ontstaan uit 40 plus. Die komt regelmatig bij elkaar om daar les te hebben. En toen dacht ik van nou, dit is wel zo leuk om die mensen dan een kans te geven elkaar te ontmoeten, ook met het dansen, met muziek. Heb ik een poging gedaan om een 40-plus Bollywood party te organiseren. En is dat een soort matching idee? Of, Nou, nee. Het was eigenlijk de bedoeling om mensen van die leeftijd een evenement aan te bieden waar ze konden dansen. Zonder commentaar van buitenaf, zonder kritiek op dat zij daar dansten. Het wordt natuurlijk op een bepaald niveau gegeven, niet topniveau. Het begint echt gewoon bij de basis. Maar sowieso al het contact en het sociale en het bewegen is al heel belangrijk. En ja, dat zou ik wel heel leuk vinden als daar wat meer animo voor kwam. Nou, vanaf nu, want ik wist het echt niet dat er een dansen was voor 40-plussers. En het klinkt heel goed, want in feite, er zijn scheidingen, de dood kan ons ook scheiden van elkaar. Je weet nooit hoe het leven is. Dat mensen elkaar opzoeken. Ja, dus je moet een nieuwe invulling in je leven dat dan is een geven. Mooie dat kan invulling. Ook door dans. Je ontmoet daar mensen. Je gaat dan via dansschool weer naar feestjes. Zo is het bij mij ook gegaan. Ik heb een heel goed leven op het moment. Maar ik heb het wel zelf moeten opbouwen weer. Dus dat vind ik ook een mooie manier. Het kost wel kracht. Nou, wat een mooie, prachtige mensen. Dat had ik u al gezegd, begin van de uitzending. Ik kan hier gewoon nog een halve dag verder gaan. Dat ga ik zeker nog doen met ze napraten. Ik hoop dat u hier wat aan gehad heeft, dat u heeft genoten. Dus hartelijk dank daarvoor. Ik ga mijn gasten ook bedanken. Sanjali, als eerste hartelijk dank. Ondanks je drukke leven en je gezin, I know. En Kitty ook, Abby bedankt. En Ruchatkan bedankt. Voordat ik thuis van u afscheid ga nemen, wil ik toch vragen van, mocht u zeggen van Tsunami TV, ik heb een schitterend onderwerp, een boeiende onderwerp, geef het door aan ons. U kunt ons vinden op de website van Tsunami TV, anders via Facebook. Als u zegt van, nou, ik wil zelf in de uitzending, neem ook contact met ons op. U kunt gratis hierbij aanwezig zijn. Graag tot de volgende keer. Tot dan. Dag.